Ik heb een openingsspeech voor me, voor dit mooie publiek wat opgekomen is. Een aantal punten. De organisatie. Die wil ik als eerste punt. Waarom een ouderenclub? En we spelen alleen een onderlinge. Dus dat is het derde punt eigenlijk wel. De communicatie als vierde punt. En het materiaal. Dus een beetje een anekdotisch verhaaltje. En de contactpersonen, die kennen jullie denk ik al dan wel zo langzamerhand. Maar de organisatie. Ja, wij vallen dus onder Palet Welzijn. En Palet Welzijn doet een heleboel voor ouderen. In ieder geval misschien nog wel veel meer activiteiten. En voor ouderen is het, of ze hebben zo'n 6 coördinatoren Palet Welzijn in een aantal wijken van Zoetermeer. En ik heb gezien dat er in totaal zo'n 9 bridgeclubs zijn. En ook 9 klaverjasclubs zijn. En daar is nu een ouderenschaakclub bijgekomen. En onze coördinator die is hier aanwezig. Dat is Mieneke Reewijk. En jij wil misschien wat zeggen nog? Welzijn organiseert in alle wijken activiteiten voor ouderen. In iedere wijk is een coördinator activiteiten actief. Die dus met name gespecialiseerd is in het ouderenwerk. Palet Welzijn heeft ook de ouderenbus die zij verzorgen. Palet Welzijn heeft ook ouderenadviseurs. En werkt nu samen met Zo Samen. De problematiek bij ouderen, die vooral nu met alle bezuinigingen en de vergrijzing extra naar voren komt. En wat wij proberen is laagdrempelige activiteiten te bieden. En voor de een is het een schaakdamclub. Voor de ander is het yoga. Voor andere mensen is het, andere dames en heren, is het werken als vrijwilliger. Bijvoorbeeld in de bar of als gastheer, gastvrouw. Nou ja, neem nu jezelf, Bram, zoals jij zelf voor ons aan het werk gaat. Wij zijn hier namelijk niet alleen maar om het schaak te promoten. We zijn hier eigenlijk ook een beetje voor jou. Kijk zo. Want ook al heb je een verleden bij een andere nieuwsbrenger. Ja. Is het... nee. Dat was een hele goede transfer uiteindelijk van Bram naar Zoetermeer Actief toe. En zijn we eigenlijk gewoon enthousiast begonnen met de columns. En nu is er een mooi getal, een mooi rond getal bereikt. Zo. En dat is het getal 100. Kijk zo. En we weten ook dat inmiddels jouw columns Zoetermeer al lang overstijgen. Dat ze van heinde en verder willen komen kijken. Zelfs vanuit het buitenland roepen, hey, ik heb het gelezen. Zo. Dus ik wilde graag deze opspelden. Fantastisch. Zodat ze in ieder geval vandaag wel even goed weten dat je geen 100 jaar bent. Maar 100, de 100ste column is er. Ja, ja. En we hebben daar een bloemetje voor je. Fantastisch. Dus laat me het even opspelden. Hartstikke leuk. Allerlei spel mee te nemen. Zo die kant op. Ja. Ik oefen ook voor burgemeester te gaan wonen. Ja. Kijk, hartelijk dank. Hartelijk dank. En dan ik deze boel gelijk. Ja, fantastisch. Heel veel succes in dat onder de 200. Nou ja, dit inspireert natuurlijk geweldig. Hè. Dus ik ben blij eigenlijk dat ik columns mag maken voor Zoetermeer Actief. En notabene voor 3 denksporten. Dat vind ik ontzettend leuk om dat te doen. Ja, absoluut. Nou, dankjewel daarvoor in ieder geval. Ja. En geniet vandaag van de schaak.